Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 13 september 2015. Dit is het bulletin van zondag. Vandaag een korte impressie van de ballonvossenjacht van vandaag. De mooiste oefeningen voor vandaag komen helaas voor één keer te vervallen. De ballon is neergekomen in het plaatsje Oosterzee en dat ligt nabij Lemmer. Touchdown was om 15:20. Veel plezier nog met het volgen van het een en ander van Papa India via Radio Charlie Golf. Het is hier de 37e ballonvossenjacht in 2015. Mijn naam is Remco, bij L3 Fox Yankee Mike. En elke keer probeer ik natuurlijk even de mannen die achter de ballon staan te interviewen. Ik loop op Richard Rota af van het KNMI. Ik kijk te bedenkelijk naar boven, Richard. Hoe voelt hij? Oh, lekker. Hij trekt lekker. Hij trekt lekker. Ja. Prachtig weer, hè? Het is ongelooflijk prachtig weer, ja. Oké, dus... Had je niet verwacht, hoor, hé. Nee, dat hadden wij zeker niet verwacht. Maarten, je komt hier ook aan met de ballon en de transponder. Even voor de luisteraars, de baken van de ballon staat op 145.450. De transponderuitgang is 145.475. En de ingang is 432.550. Maarten, is alles op orde? Ja, alles doet het. Dus nou, we gaan het zien wat voor vlucht die gaat maken. Het waait niet, het is hartstikke mooi weer, man. Ja, heb ik besteld. Dus sms zon aan naar 3030. Kijk eens aan. Hartstikke mooi. De ballonvossenjacht is een initiatief van de stichting Hobbyscope. Dat zijn twee landelijke verenigingen, Veron en VZA. En de stichting Radioclub Het Gooi. Misha, jij staat hier als voorzitter van de stichting Hobbyscope. Ik zie een tevreden man naast me. Alles werkt, hè? Dat is altijd waar je op hoopt. En volgens mij gaat het als spreekwoord moet lukken. Gesmeerde bliksem, Remco. Dat hopen we maar niet dat dat gebeurt. Op dit moment wordt de ballon nog even vastgehouden. Ik tel, zal ik aftellen? 3, 2, 1 en los. Dames en heren, op dit moment stijgt de ballon op. En de 37e ballonvossenjacht in 2015 is een feit. Ik hoorde hem allemaal gaan, hè, dus vandaar. Leuk dat hij werkt, van Papa Alpha. Ja, oké, okay, prima. Van PA3, Foxhold, Yankee, Mike, Portable. Nou, oké, iedereen ontzettend veel succes. Hou het een beetje rustig op de transponder. Ik weet dat het moeilijk is, maar het is ook de lol natuurlijk dat er vanuit het buitenland eventueel overheen gewerkt kan worden. Dit is PA3, Fox, Yankee, Mike en we gaan weer terug naar headquarters. Veel succes. Papa Delta 1, Jim. Nou, Roger Remco, 73 en leuk dat het... He, van Papa Alpha 8 Charlie. Ik laat de transponder ook weer vrij. Ja, 8CQSI. Ja, veel succes. 5 over 7. Papa Foxtrot 0 Hotel. De Papa de Mike. En jij bent 59 JO 21 Whiskey. 74. Papa 3 4 0. Papa Delta 0. Fox tot 0 Hotel, Papa Delta 2 Whiskey Victor Hotel. Papa Delta 0, Papa Fox tot 0 Hotel, Papa Delta 2 Whiskey Victor Hotel. Papa Delta 2 Whiskey Hotel, Papa Fox tot 0 Hotel, 5 op 7. Operator Hans, 73. Ja, Papa Delta 2 Whiskey Victor Hotel, deze dan. Golf Echo bij Leiden in de buurt. Oké, ik denk dat die signaal wordt slechter. Ja, gaat hard achteruit. Oké. Ik had voor vanochtend nog een speciale editie van de Daily Minutes gemaakt voor deze ballonvossenjachtdag, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn dat ik die kon uitzenden.